Hans was dan ook een bijzonder mens. Zie maar eens 3 jaar na je dood een volle zaal om een paard van Troje te trekken. Dan ga je toch bij jezelf denken, hoe de fuck is André Hazes? Of Elvis Presley, of welke bijnaam je je drol ook zou willen geven. Nee, dit boek dat, is een plan van 3 jaar geleden. Ik moet het even uitleggen, ook voor de neutrale toeschouwer die hier terecht naar binnen is gewandeld. Waarschijnlijk op het affiche af, op de muzikanten af. Topmuzikanten die de hele middag het werk van Hans Prins gaan spelen. Goede keuze van je geweest. Tussen al die muziek door doen we ook nog een presentatie van dit boek. Het gaat over Hans Prins, mijn grote vriend, die in december 2010 te horen kreeg dat hij een terminale slokdarmkanker had. En daaraan is hij exact 3 jaar geleden overleden. Het boek beschrijft zijn laatste 16 maanden. En toen Hans gehoord had gekregen dat hij terminaal ziek was, is hij met de dood in de ogen gaan leven als nooit tevoren. En had hij al een kwaliteitsrijk leven achter de rug. Maar hij heeft daarna elke minuut opgezogen alsof het zijn laatste was. En dat was een hele terechte houding, maar zie het maar eens op te brengen. Hans heeft ons gedurende zijn ziekte, van het verloop daarvan, op de hoogte gehouden via de mail. Ons, dat zijn de vrienden, familie, kennissen, collega's en aanverwanten. En gaandeweg gaf hij ons steeds meer inkijk in zijn diepste zielenroerselen. Zijn verdriet, zijn pijn, zijn angst. Maar ook zijn kwaadheid op het noodlot dat het juist hem moest treffen, dat hij die ziekte moest krijgen. Maar wel alles overgoten met de van hem zo bekende, gorddroge, relativerende zelfspot en humor. Levenslust en optimisme zat er ook in die mails. Zelfs zodanig dat ze tot troost konden zijn van degene die hem lazen. Nou, het valt wel mee met Hans. Goed, ik ging dan bijna denken. Nog tijdens zijn leven, eind 2011, heb ik aan hem gesuggereerd, we gaan die mails bundelen en in boekvorm uitbrengen. Dan hadden we weer een doel, een haalbaar doel voor hem, althans. En hij zag meteen zitten, ook al omdat dat een functie kon hebben voor lotgenoten. Die konden wat hebben aan de houding, de heroïsche houding zou ik bijna zeggen, die Hans ten dode heeft gespreid destijds. Helaas heeft hij dat doel niet gehaald, maar ik heb wel aan hem beloofd dat dat boek er zou komen. Nu is het eigenlijk zover. Het doel dat hij wel heeft behaald, nog tijdens zijn leven, is het realiseren van zijn meesterwerk Pirates in Paris, waarvan jullie vanmiddag de nodige muziek gaan horen. Dat project is ook een samenwerking geweest. Hier heb ik trouwens ook mijn herinneringen aan Hans in verwerkt, in de periode althans dat hij ziek was. De CD is ook een co-productie, laten we wel wezen, 80% komt natuurlijk voor opname van Hans, de tekst en muziek. En het waren zulke schitterende songs die ik aan het begin 2011 te horen kreeg, dat ik zei, ja, daar moet wat mee gebeuren. En dat was eigenlijk ook wel van plan. We hadden geen muzikanten genoeg. En nou heb ik al wat contact in het Haagse, ik zat niet over opscheppen, maar het heeft wel gewerkt. Ik heb menig muzikant zijn studio aan de baan van Westerlaan ingesleept bij Hans. Of gesleept. Ze zeiden allemaal spontaan ja. En dat zegt iets over de kwaliteit van de muziek, want daar zegt de muzikant in eerste instantie ja tegen. En uiteraard voor het enige doel waren ze ook op de porren. Nou, 20 muzikanten die deelnamen aan die CD, niet de minste. Cesar Zuiderwijk, Rinus Gerritsen, Robert-Jan Stips, Polder Eduard, nou, ze zijn er in meer of mindere mate allemaal. En die waren ook aanwezig bij de presentatie van de CD. Op dezezelfde plek, hier een paard van Troje, ook bomvol. Een glorieus moment voor Hans. Een van de hoogtepunten uit zijn leven had hij hem toevertrouwd. Nou, dat is een mooi cadeau natuurlijk voor zichzelf. En 3 jaar na dato staan er weer 20 muzikanten klaar om zijn werk te spelen. En dat is niet alleen maar omdat ze mij zo sympathiek vinden, maar hoogstwaarschijnlijk omdat ze Hans' muziek beren goed vinden. Of zoals een van de muzikanten zei, goede shit. We krijgen nu weer 2 nummers en daarna kom ik weer terug, want dan ga ik Corrie iets over het boek vertellen. Daar doet hij niet de microfoon, maar ik ga wel even aankondigen wie er gaan spelen. Is dat oké? Okay? Alsof ik een keuze zou hebben. De volgende 2 nummers gaan zo gespeeld worden: When the Clock Strikes Again en Jack the Sex Man. Ik begin bij de line-up van de laatste, want die wisselt steeds de line-up van de band. De zang bij de laatste, dat is Ian Bale, op het laatste ingevallen voor Leo Unna, die helaas zijn stem kwijt is. We hebben nog gezocht, maar helaas, hij speelt wel op gitaar mee, Leo Unna. Vervolgens John Baltus ook op gitaar, Ruud de Groot op keyboards, op bas, Peter Wassenaar op drums, Cesar Zuiderwijk op sax, Nico Christiansen. Dat is het 2e nummer. Het eerste nummer gaat nu gespeeld worden met de Clock Strikes Again door Willem Boni. Op zang en akoestische gitaar, Rien Kanaar op gitaar, Ruud de Groot op toetsen, Rieders Gerritsen op de bas en Cesar Zuiderwijk
Op de drums, dames en heren, de All Star Pirates and Pirates Band. Thank you.
Mijn